André Osel, ik sta hier na een 3-0 verlies tegen Barendrecht. Hoe ging de wedstrijd eigenlijk voor jullie? Nou, we hebben denk ik een hele behoorlijke eerste helft neergezet. De ploegen waren gelijkwaardig. We hebben een speelwijze neergezet waarin we denk ik heel degelijk stonden, maar ook aan de bal wel wat brachten. De tweede helft begon natuurlijk niet goed. In principe kregen we heel snel de 1-0 achter via een penalty. Terechte penalty, denk ik. Slechts verdedigen. Daarna ingrijpen op een verkeerde manier, als een strafschop. En dan sta je 1-0 achter. En dan komt het mentale aspect een beetje naar boven. Je staat onderaan. De ploeg heeft eigenlijk al een heel seizoen, eigenlijk een heel kalenderjaar, draait dan niet. Hè. Vorig jaar heel moeilijk gehad. Laatste helft van de competitie, dit jaar de eerste helft heel matig. Onderaan. En dan gaat het in de kopjes zitten. En dat zag je na de 1-0 gebeuren. Dan vallen er toch 3-4 spelers weg. En dat mag niet gebeuren. Dus daar heb ik ze wel op aangesproken. Als je wil handhaven. En de vraag aan mij door AFC gesteld is. Toen ik aangesteld werd. Laten we ons proberen te handhaven. En laten we dat voor elkaar krijgen. Nou, dan moet je minimaal 2 ploegen onder je houden. En in de na-competitie doorkomen. Of nog beter presteren. Dat je helemaal onderin wegkomt. Maar daar heb je wel een bepaalde mentaliteit voor nodig. En die zag ik bij een paar spelers wegvallen. En daar moeten we wel aan sleutelen. En dat gaan we ook doen. We gaan nog even doortrainen de volgende week. En daarna geef ik ze 10 dagen vrij. En dan gaan we naar Valencia om de trainingskamp te gaan. En dan hebben we echt even goed tijd om een aantal dingen aan te scherpen. En ik denk eigenlijk ook, je gaat de winst winnen als de laatste plek natuurlijk. Dan helpt een Reilly Ignacio helpt voornamelijk zeker in de tweede seizoen zelf. Nou ja, ons grote probleem is dat we natuurlijk... In het begin, toen ik hier was, creëerden we nog redelijk veel kansen. Maar nu wordt dat ook steeds minder. Naarmate je de kansen niet afwerkt, wordt het creëren van kansen ook steeds moeilijker. Omdat dat in de koppen gaat zitten. Het vertrouwen raakt op. En de geloofwaardigheid van datgene wat je zegt als trainer wordt ook ter discussie gesteld. Dus ik denk dat ze mij gewoon moeten blijven volgen. Dat ze moeten proberen om gebruik te maken van Reilly Ignacio. En hij moet zelf ook goals gaan maken. En als wij in wedstrijden doelpunten gaan maken, dan denk ik ook dat we ook wedstrijden gaan winnen. Maar nogmaals, we moeten mentaal ook goed zijn. Dat is het hele punt. Dan ga ik je veel succes wensen eigenlijk. Oké, dankjewel. Dankjewel.